Hoe was Stef Heuger? Een rapportage gemaakt door Bert Groene en René Vos. Met de vraag, hoe was Stef Heuger? En vandaag een speciaal thema, de jacht. Jagen, hoe was Stef Heuger? En daarvoor is speciaal vandaag hier aangeschoven Wil Peerlings. Een oude jager uit Zurich. Wil, hoe was Stef Heuger jagen? Ik ben Wil Peerlings uit Zurich. En ik ben 88 jaar. Ik ben in Zurich geboren in 1932. En ik woon nog steeds in Zurich, het leukste gat van Nederland. En ik zou nergens anders willen wonen. Mijn oude lui, die kwamen uit Limburg, die trouwden in 1930. En die emigreerden van Limburg naar Zurich. Met gevolg dat wij toen ook nooit anders praten als Limburgs. En toen ik in 36... in 38 naar de lagere school moest, toen praatte ik Limburgs en ik word verschrikkelijk van gek gehouden dat ik Limburgs praatte. In 1940 telde Zurich 120 huisadressen, huisnummers, en op 80 adressen van zijn melkvee. Het waren allemaal boeren met een gemengd bedrijf. Die hadden dus melkvee, die hadden zeugen, mestvarkens, pluimvee. En akkerbouw, een heel saai plan, was afgestemd op de behoeften van het eigen bedrijf. Dus voor het gezin, behoefte, voor het vee. En ze hadden dus ook een groentetuin en een boomgaard. Fruit hadden ze zelf, dat was dus zelfvoorzienend. De perceeltjes waar ze dus gewassen op teelden, waren allemaal kleine perceeltjes, 20, 30, 40 aren. En de meeste van die perceeltjes lagen in een houtwal of in een houtsingel en braamstruiken. En het barsten van het wild in die periode. En dat kwam ook door de dekking. En nou ja, ik moest al vrij vlug met mijn vader op het land mee werken. En ik zag dat wild allemaal. En de gewassen die ze verbouwden, dat waren rogge, tarwe, haver, voederbieten en erpen. In 1946 word ik boerenknecht, toen was ik 14 jaar, word ik boerenknecht bij de weduwe Drien Stultjes in het Goer. De weduwe Stultjes, de man was in Alverden oorlog overleden. En tijdens de oorlog zaten er onderduikers die de boerderij runden. En de lijst onderduiken die trouwde in 1946 en toen moest ik daar naartoe, dat was een tand van ons moeder. En drie houtere grond geliek tegen het Zurcher Goer aan liggen. Ik deed hoofdzakelijk het paardenwerk, en met Belze knol, ploegen, eggen, zaaien, maaien, noem maar op. En het barsten van de hazen en de knijnen en ik dacht, dan moet ik toch ook een haas of een knieën van te pakken zien te krijgen. Gauw strikken gevonden van andere streupers. Ik denk, dat moet ik ook kunnen. Ik hou nog in een zilveren gulden in mijn knipbeurs. En dan koud ik Bedriek de Smeet, koud ik voor in een gulden strikken draad. Bij Driek van Hoven, de Smeet. Ik zette me alle zielen s'avonds. Dat was dus in 1948. Zette ik s'avonds 20 strikken in broek. Gauw gezien door de moes. En Sanderlaas morgens zat er een haas aan de knieën in. En dat verkoud ik aan Johan de Koomp. En die gaf me daar 10 gulden voor. Ik verdiende bij drie, 2 gulden per dag als boerenknecht. En ik hou s'morgens al 10 gulden verdiend met struipen. Ik zei ook tegen onze vader, dat is een riekmakerij. Ik werk nooit meer, zei ik. Wat zullen we dan gaan doen, die jongen? Ik zei, struipen is meer met de verzenen dan met een loom geboer van oog. En mocht dat, Wim? Mocht dat wil? Mocht je struipen? Nee, onze vader die vond dat niks. Ik deed struipen, dat vond hij helemaal niks niet. En in 1972, want voor 1972, hadden allemaal klein perceeltjes, hè, verspreid. Elke boer had wel 10, 12, 14 perceeltjes landbouwgrond. Allemaal klein stukjes, maar in 1972 is de ruilverkaveling gekomen. Voor 1972 was er een heel zorg om maar in een tractor. Norris Vos, die hadden een tractor en een dorskas, waar je in de winterdag mee langs de boeren ging om de oogst te dorsen. En toen kwam de ruilverkaveling dus. Een aantal kleine percelen worden samengevoegd tot grote percelen. Er zien nu percelen in Zurich van 10, 12 hectare, waar vroeger 20 perceeltjes waren.
met een hout singel en briemenstroken en alles eromheen. En het gevolg was ook dat daardoor heel de biotoop veranderde. Hier en daar wordt wel een wal aangelegd, maar dat was maar heel sporadisch. Die boeren hadden liever grond als houtwallen. En het gevolg was dat er steeds minder wild kwam. Het gevolg dat er steeds minder wild in het veld zat. In 69, ik heb gestrupt tot 69, ik heb gestrupt met de strik, ik heb gestrupt met de klem. Het is een barbaars middel met de klem. Ik heb ook met een luchtbak gewerkt, met geweer, s'nachts. Als je dan moet je een tik hebben. Wil je s'nachts dat regen dat waait, want als je met de luchtbak gaat, dan moet het waaien en regen en dan jouwt het tegen wind op. En als je dan een haas in het licht hebt, je komt gewoon op en op af. Ik heb ooit gehad dat ik 10 meter uit moest, dat ik hem veel te kort houden anders. Maar in 1969, toen ben ik lid geworden van de jagersvereniging Sint-Hubertus in Zurich. Die hadden al het reglement het was ook zo, je kon in Zurich niet geen jager worden of dan moest je een jager ophouden. Je moest 40 hectare jacht, bejaarbaar terrein hebben. En de jagers van Zurich hadden in totaal 350 hectare bejaarbaar terrein. Dat paarden ze van de boeren voor een gulden per hectare. Elk jaar moesten ze dus bij die boeren voor 15 september dus die part gaan betalen. 15 september, 15 oktober gaat de jacht open, sorry. Er was een jager die stopte. Er waren 8 jagers. Was Henk van de Willenberg, die trouwde en die verhuisde naar Eindhoven, want het reglement stond dat je in Zurich moest wonen. Je kon pas gewoon jagen als er in Zurich dus een jager stopte. Kwam te overlijden of verhuizen, want je moest in Zurich wonen. En de jagers van de Zurich, die bestond dus uit 8 jagers. Dat was Frans Maas, dat was de voorzitter. Bij Mosken in het café was dat ons clublokaal. Harry Dielissen was de penningmeester, Toontje van Klenbrugge de secretaris. Maar er worden dus, we hadden wel een vergadering, maar dat was meer in de beurtavond, want er worden geen notulen of niks gemaakt. Ze hadden geen agenda. En er worden een goede pot bier gedronken of een borrel. Het was eigenlijk zo'n beetje een gemoedelijke bezigheid. Joop Rooijmans was lid, Jan Rooijakkers en de Verstokte de Vrijgezel, Tom Kompen en Toontje Muggissen. Dan begon de jacht in 14 augustus, de Patrizenjacht, want het barstte toen ik lid worden, barstte het nog van de Patrizen, van de Patrizen. We schoten elke keer 150, 160 Patrizen, 2 gewingen, 2 soorten op de Patrizenjacht. En dan bleven er nog 300-400 over, dat bleef wild zat zitten. We deden nog wat wild sparen. 15 oktober ging de jacht open en dan gingen we elke zaterdag gingen we dus jagen. En dan schoten we hazen, konijnen, kaniens, fazanten. S'avonds was dus eten bij Mosken. Gusta die zorgde voor een goeie pan erwtensoep. Ze noemden dat gemeubileerde erwtensoep, want er zaten de schinken nog liggen in, die moesten zelf uitvissen. Hartstikke lekkere soep maakte Gusta. Dan worden het wild verdeeld s'avonds. Iedere jager, daar worden dus 8 porties gemaakt. Een knie, een haas, een verzaamd of nou van hebben geschoten aan die dag. En daar leen ze dus kaarten op. Van het kaartspel. Veer azen en veer koningen. In een stok kaarten. En uit een andere stok kaarten worden dus ook veer azen en veer koningen verdeeld. En dan, als ik ruit de aas hou, die houden het pakket van ruiter aas op 10 aas. Zo wordt het wild verdeeld. Nou, na verloop van tijd worden de wildstand steeds minder. De gewassen die de boeren verteelden worden anders. Die grote percelen, daar worden dus mais verbouwd. Je krijgt ook gespecialiseerde boerenbedrijven. De ene boer had niks als melkvee, een andere boer niks als mestvijs, een andere meststieren. Je krijgt ook heel andere gewassen, grote percelen met mais. Het gevolg was ook dat er dus steeds meer roofwild kwam. Dat was het probleem. Het stikt momenteel van de vossen. We hebben 1 jaar gehad, 4 of 5 terug, hebben we dus een lichtbakvergunning gehad. En met die lichtbakvergunning hebben we 73 vossen geschoten. Die moeten elke dag vreten. En
Het gevolg is dat er dus van de kievieten niks meer over is. Van de hazen is heel ze jagen er zelfs niet meer op. De konijnenstand is helemaal weg. De dekking is helemaal weg. We hebben jaren gehad dat er zoveel konijnenschaai was. Daar hadden we een kilometer gras in het veld staan, afgerast langs de bosrand. Omdat de boeren allemaal wildschaai hadden. Dus we deden de boeren ook tegemoet komen als er wildschaai was. Op het ogenblik is het zo dat er nog gejacht wordt op de wilde zwijnen, die er 50 jaar geleden helemaal in vuur kwamen, en reeën. Reeën, daar hebben ze ook het afschot van, die kunnen ook reeën kunnen handig beheren, die hebben een territorium. Wilde zwijnen die zijn heel moeilijk te beheren, die zien met 15, 20 zwijnen bij elkaar, alle maten, alle soorten beren en beren en zwijnen en zeugen. En die zwerven. Vandaag zitten ze hier in de perceel mais. Ze vernielen veel meer als ze opvreten. Dat is het probleem. En, maar reeën die zijn makkelijk te beheren. Die hebben een territorium. En in 3 of 2 keer per jaar worden die reeën geteld. En dan is het ook zo. We tellen niet in ons eigen jachtgebied. Dat doen dus andere jagers uit een ander gebied. Wij zitten momenteel dus ook in de wildbeheereenheid. Dat is een overkoepelende vereniging van een aantal jagersverenigingen. Dat is de jagersvereniging van Buhl, Gastel, Zurk, Morris, Lent, het Linderbos, 2700 hectare natuurgebied en Aalswaarder. De jagers uit Aalswaarder komen bij ons tellen en aan de hand van de telling, want een aantal reeën die geteld worden, wordt het afschot bepaald. In een herfst hebben we de afschot van bokken. Elke jager weet exact het aantal wat er in zijn jachtgebied zit. En in een herfst wordt dus het aantal bokken afgeschoten dat er te veel zit. En in het voorjaar worden de geitkalver afgeschoten die er te veel zit. De stand wordt steeds op peil gehouden en zodanig dat de schade beperkt blijft. Met wilde varkens is dat veel moeilijker. Die zwerven dus. En met het gevolg dat dus de boeren zelf schrik afrassingen langs hun maispercelen zetten. Er zijn zelfs boeren die dus van ellende dus heel een perceel afrasteren met betonnetten. Wat ook kostbaar is. Maar ja, ze hebben geen keus. De schade is vaak enorm. Er zijn nog allerlei voorwaarden aan verbonden. Je mag zomaar niet op die werken schieten. Dat is allemaal bij de wet geregeld. Je bent ongeveer beperkt in het uitvoeren van de jacht. Ja, en ik heb dus 48 jachtactes gehad. En voor 3 jaar terug ben ik gestopt. Om gezondheidsredenen. Het wordt steeds moeilijker om in een halve dag zelfs door het veld te sjouwen. Want het is heel zwaar, je hebt een zwaar geweer bij. Klein wild dat wordt dus bejaagd met een hagelgeweer. Maar net als de reeën en de wilde zwijnen, die worden met een kogelgeweer afgeschoten. Nou, een weidelijke jager die jacht ook met een jachthond. En ik joeg nog liever zonder geweer als zonder hond. Dat is het mooiste wat er is. Ik ga altijd gejaagd met een heidewachtel. En die had een geweldige neus. Ook op 7, 8 meter roken die in de knieën of in een haas. En dat is dan mooi als je dan zo'n hond hebt die voorst zit. En je jacht zo'n haas op en je schiet hem. En die brengt hem, apporteert hem dan ook nog mooi. Daar geniet ik van. En dan heb ik een mooie dag gehad. We hadden als jagers ook akkerrandbeheer. Akkerrandbeheer hadden we dus ook als jager. En we hadden voerakkers. We hadden zelfs aardperen in het veld staan. Dat is een delicatesse voor de ree. En we hadden dus ook voerakkers waar we dus allerlei mengsels zaaiden. Dus ook wat dekking voor het wild. En de jager is het heel jaar door in het veld en het werk. En bezig. Daar steek je heel veel tijd in en in de herfst probeert je een klein beetje te oogsten. Ik heb geweldig genoten van mijn jachthonden. En
Het is prachtig om in de natuur te zien. En heel veel mensen zitten de jacht in een kwaad daglicht. Maar een jager doet veel meer in het veld als alleen maar in een herfst. Wilde op jaren en een schot lossen. Het is ook de kunst om niet te schieten. Ik heb vaak meer genoten van in een haasje weg liepen we ook niet op schoot. Want half december hebben die hazen al jongen op. Als je dan nog een haas schiet die lang in de pot blijft liggen, in het leger, dan is dat wel een 10-9 een moerhaas, een ramelaar die vertrekt al op 200 meter. En dan is dat een draagtige moer. En als je weinig een jager bent, dan schiet het er niet op. Want dan schieten 3 of 4 hazen kapot. En dat is doodzonde. Nee, ik heb geweldig genoten van de jacht en van de natuur. En ik heb hier nog een hoop attributen meegebracht, stropersattributen. En ja. Wil, je noemde een paar termen, zoals weilijke jager, staande hond. Heb je nog meer van dat soort termen en kun je even uitleggen wat je daarmee bedoelt? Een weilijke jager, dat is een jager die ook respect heeft voor de dieren in het veld. En de kunst om niet te schieten is groter als om wel te schieten, zeg ik altijd. En de kunst is ook om het wild een kans te geven voor te kunnen ontsnappen. En daar heb ik altijd zo'n fanatieke stroop als ik was, zo'n sportieve jager probeerde ik te zijn. En dan een staande hond, dat is een hond als hij dus, een hond in een geweldige neus. En als je dan een stuk wild ruikt, dan blijft hij staan. En dan blijft hij staan, al is de jager ook 30, 40 meter van hem af, tot die jager bij hem is. En dan mag je pas verder gaan om dat wild op te jagen. Wil, ik zie dat je verschillende klimmen hebt liggen. Kun je me eens uitleggen wat die klimmen zien? Dit is dus een knieënklem. Dit is ook een knieënklem die hebben gespannen. Je mag dus... Ik weet precies waar in de knieën in een paard zit. En dan maak je dus een sleuf voor die klem inlegt. Je stopt hem onder met zand, dat je ze dus helemaal niet meer ziet. En als die knieën dan door zijn pad komt om ergens gewoon te eten, naar een voerakker, en die trapt op die klep, dan zit je dan met zijn poot in. Het is een marteltuig, het is ook verboden en het wordt ook niet meer gebruikt. Want het is die knieën die ziet ontzettend af natuurlijk, totdat hij door de stroper achter zijn oren geslagen wordt. Dit is dus een mollenklem. Dat zal ik ook even demonstreren. Dan zet hij dat platje tussenin. Dan zet hij die klem dus in een mollengang. Nou, ga ik even vanuit dat die sleufje in de gang van een mol is. Die zet hij dus helemaal in die gang. Zo diep onder de graszone. Als je dus een mol in het gezon hebt. Die mol die klupt door die mollengang. De gangen die je maakt. Want die mol die heeft 1,5 maal zijn gewicht nodig en voer per dag. En regenwormen en dergelijke. Dan kroep je door die gangen en dan dood je tegen die klep in. Kijk, en dan zit je dus mee. Dit is een weidelijker apparaat. Die mol is op slag dood. Hier heb ik nog een mollenklem. Die zal ik ook even demonstreren als ik ze met zijn bas kan. Maar dat is een heel zwaar klem. Hier heb ik een heel aparte klem. Dat is een vosklem. Ook een verschrikkelijk barbaars apparaat. Ik heb er nooit mee gewerkt. Ik heb ze gewoon als souvenir. De vossen, dat is op het ogenblik ook een probleem. Ik heb zelf een stuk of 5 kippen, hennen. En 2 uur achter elkaar hebben ze dit vos met hennen meegenomen. Dat wil zeggen, hij komt s'nachts, nou sluit ik ze wat op s'avonds. En die komt door die loopgat van die hennen naar binnen. Hij biedt ze alle 5 kapot en neemt er 1 mee. Met een buurman houdt 10 hennen, hij biedt ze alle 10 kapot en neemt er 1 mee. Dat is ook een probleem. Maar ja, als ze 2 keer meegenomen, dan neemt er voor maatregelen. Met een buurman die heeft zelfs een automatische sluiting op zijn kippen ren gemaakt, op zijn kippen ook. Dat je s'avonds donker wordt, geeft die schuif automatisch in. En s'morgens geeft ze automatisch, daar zit een tijdklok op. Dus dat is ook voor heel veel hobbyboeren is dat een probleem, die vossen. En ik kan het niet genoeg zeggen, en die natuurfreken die weten het allemaal beter.
Maar het is gewoon een ellende met die vossen. Hier heb ik dus een wildstrik, waar vroeger heel veel mee gestrukt worden. En die moet ook een bepaalde maat hebben. Voor een knijn moet je ongeveer deze maat hebben. En die zetten dan in die looppad. Hij moet er nog precies de maat hebben. Die zetten dan in de looppad van die knijn. Van die knijn, waar die knijn dus doorkomt. En dan als smuis gaat kijken, dan hangt hij, als je in die streek loopt, dan hangt hij zijn eigen op. Als je dus een hazenpad hebt, dan moet je dus veel groter zien. He, dan moet je hem voor deze maat hebben en dan moet je ook wel hoger staan. Dus voor een haas moet je dus zo staan. Maar het is ook een moordwapen, want die knijn, die knieën of die haas die erin kunt, die wordt dus een luchttoegang afgesloten. Die sterft dus aan zuurstofgebrek. Hè. Het is een moordwapen. Ja. Hier heb ik een heel oud jachtgeweer. Tegenwoordig hebben ze heel modern geweren. Gaat dubbelloof met de loop boven elkaar. Ook in alle prijsklassen. Maar als je een persoonlijk geweer wilt kopen, dan ben je toch 2.500 euro kwijt. En als je een heel speciaal geweer wilt kopen met een gouden trekker, dan praat je over 30.000-40.000 gulden. Maar je schiet er niks beter mee. Dit is een heel oud geweer, dat heb ik uitgekregen van Jan Strigutmoors. En dat is een veurlaaier. Die gaat hier achter niet open. Normaal kunnen we hier achter de patroon instoppen, maar die gaat dus hier achter niet open. Als je daarmee gaat jagen, dan moet je dus al een buul meenemen met buskruid. En je moet een buul meenemen met loodhagel. Mag niet meer gebruikt worden, maar vroeger hadden ze loodhagel. Het is nou allemaal voor het zink of bismut. En je moet ook nog een buulje meenemen met vuurstintjes. Want als je zo'n geweer dus gaat laden, moet je hierboven eerst met een maatbeker in een bepaalde aantal grammen buskruid in stoppen. Dan moet je daar een stuk krantenpapier in douwen, een prop papier. Die moet je met die laaistok en zoeten, baas douwen. Dat moet je wel. Dan doe je met een maatbeker er een bepaalde aantal grammen loodhagel in, weer een prop papier erop, weer aanstampen. En dan moet je de trekker opspannen en dan moet je hier een vuurstentje inzetten. En dan had je het geweer gelooien. Als er een haas wegloopt, dan moet je weer nog looien, dan is die haas al een kilometer weer weg. Hannes Kerooijag is vroeger een verstokte vrijgezel en een schoenmaker. En die joeg dus ook en die vergat op een gegeven moment, die joeg me zo geweer en die vergat die laaistok uit te pakken. En die schoot op een klokt eende en die laaistok die ligt rood. Twee eenden zaten aan die laaistok gespitst. Die eende met die piek die valt dus in de bulder A. En toen die eenden uithaalde, dan zat er ook nog een paling aan die piek. Dat was een jager, Hanneske. Wil, bedankt voor jouw reportage, jouw bijdrage. Hoe was dat vroeger over de jacht, vroeger en nou? Bedankt en tot de volgende keer, weer volgende uitzending over hoe was dat vroeger. Vergeloofd.